De Limburgse weerman Thijs Zeelen komt er vlak voor de uitzending achter dat het de 100ste geboortedag is van Toon Hermans. En hij besluit spontaan een eerbetoon te brengen. Goedenavond. Ja, de 100ste geboortedag van Toon Hermans begon vandaag ook in zijn geboortestad Sittard met veel zonneschijn. We zullen maar zeggen dat de zonnestralen als warme broodjes over de toonbank gingen. Maar vanmiddag voerde de bewolking de boventoon. Toon. En deze wolking geeft dan ook de toon aan voor morgen. Ja, met de zon van vanochtend viel Limburg wel duidelijk uit de toon. Ja, daar hebben we weer. Ja, en ook die mist, ja, dat geeft ook wel de toon aan inderdaad voor morgen. Ja, en qua weer slaan de maandag, de dinsdag en woensdag een hele andere toon aan. Met meer zonneschijn eind volgende week. Ja, de winterliefhebbers die gaan dan toch weer een toontje lager zingen. Ja, een toontje, daar hebben we weer.